Camera is af. Waarom ben ik soms zo lomp? Mijn taak van deze ochtend is om dit een beetje uit te zoeken. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zaterdag en ik denk dat ik vannacht ergens verkeerd heb gelegen, want ik heb zo'n last hier aan de zijkant van mijn benen. Hopelijk droogt hij een beetje, aangezien dat het best wel goed weer is. Dat droogt goed, denk ik. Ik was deze middag bij mijn ouders en nu ben ik terug thuis. Alles is eigenlijk goed gedroogd, behalve mijn groot overtrekje. Die moest er nog een klein beetje uitdrogen, als je snapt wat ik bedoel. Die is zo voor het grootste, voor het 90% droog, maar 10% zo nog niet. Camera is af. Poging 2 voor het maken van zuurdesembrood. Ik ga alles van mijn kast halen, want het moet dringend gestoft worden. Hi, ik heb nog even gelezen in het boek Tot snel van Pat O'Leary. En wat heb ik vandaag nog gedaan? Een beetje opgeruimd. Kleertjes weggestoken in de kast op de zolder. Allee, de babykleertjes. Die ik niet direct nodig heb. Gedacht aan doopsuikers. Ja, geen idee. Niks belangrijks. En heel veel vergeten vloggen natuurlijk. Sorry. Waarom ben ik soms zo lomp? Ik heb echt deeg over heel mijn keuken gegooid. Goedemorgen. We zijn vandaag maandag. Ik ben in Ieper voor schoolopdracht. We moeten een interview afnemen en ik ben nog even aan het wachten op de persoon die ik ga interviewen. Hopelijk gaat het qua luid een beetje meevallen, want het is een beetje wind wel vandaag. Hey, het is maar een beetje aan het regenen. En het is nog geen 4 uur, dus we gaan vluggen naar de dorpsbibliotheek om een boek terug te brengen. Ik ben naar de bibliotheek geweest en daar heb ik het 11e boek uit de reizenjaar-serie meegenomen. En ik kwam daar binnen en er stond daar een plakkaat, mondmasker verplicht. En ik dacht, oh nee, ik heb helemaal geen mondmasker bij. Want wie heeft er nu in 24 nog een mondmasker bij? Gelukkig mocht ik even eentje lenen. Ik denk dat dat is omdat nu wel herfst, winter is. En de bibliotheek is verhuisd naar een rusthuis. Dus waarschijnlijk daarmee. Oh, arme de mensen die daar werken. Deze enveloppen zijn nu nog leeg, maar mijn taakje voor vanavond
is om de adressen al op de enveloppen te schrijven, zodat ik na de geboorte enkel nog de kaartjes erin moest steken. Ik heb al een adressenlijst gemaakt. Mijn grootste angst is om mensen te vergeten. De enveloppen zijn geschreven. Ik ga ze misschien ook nog eens tonen aan mijn ouders om te zien of dat zij misschien aan iemand denken die ik ben vergeten. Want ik wil echt niemand vergeten. Sowieso, ik wil wat kaartjes bijbestellen, want het is geen even getal. De grote winnaar was deze. Mijn taak van deze ochtend is om dit een beetje uit te zoeken. Ah, dit is echt zo kut. Overal behalve in mijn huis beschimmelt alles. Omdat alles mega wak wordt. Dit klusje doet me echt verlangen naar de lente en naar de zomer. Alhoewel ik deze zomer niet in een zwembad kan gaan. Niet in mijn zwembad kan. En deze lente waarschijnlijk ook niet zo heel veel in de tuin gaan werken. Dus het wordt een beetje een speciale lente. Sowieso wordt het een speciale lente. Ga even koken, want ik heb nog even tijd voordat ik naar de kiné moet. Net in de kiné geleerd over puftechnieken. En dan heb ik ook een rugmassage gekregen om mijn rug wel los te maken. En daarna ben ik nog even in de bub komen zitten. Maar nu heb ik afgesproken met mijn zus naar de basic fit gaan. Ik had de uiteraard wel weer redelijk op het gemak doen. En de puftechnieken mag ik niet oefenen. Ik snap niet waarom. Ik word even geïrriteerd door mijn muren hier in mijn slaapkamer. Ik weet gewoon echt niet meer wat ik kan doen. Ik heb best wel koude muren. Best wel. En het probleem is, tijdens de zomer is dat super handig, want mijn kamer is altijd fris. Maar in de herfst en in de winter is dat best wel irritant, want ik heb vochtige muren. Ook. En ik weet niet hoe ik het kan fixen. En dat vind ik niet zo leuk. Ik zet elke dag mijn raam open. Behalve als het echt aan het regenen is, want dan denk ik dat kan het waarschijnlijk meer kwaad dan goed als dat mijn raam open staat. Ik heb ook een luchtontvochtiger. Maar toch worden mijn muren echt vochtig. En ik weet niet wat ik hier als huurder nog aan zou kunnen doen. Plus de muur waarop ik het meest last heb, dat is die muur. En tegen die muur staat er niks. Dus die muur kan ook echt verluchten. Maar ja. Ik weet niet meer. Ik weet het niet meer. Dus mocht je tips hebben, laat ze eventjes in de comments van deze video achter. Want buiten dat voor mij echt vreselijk irritant is, is het ook slecht voor mijn meubels. Want ja, die schimmelen. En weet ik ook niet in hoeverre dat gezond is voor mij en ook voor de baby die hier gaat komen te liggen. Zij komt wel te liggen en ik slaap meestal ook wel
redelijk ver van die muur. Want ik slaap veel meer tegen deze muur. Maar dan nog. Tips zijn altijd welkom. Nu ga ik verder lezen in het boek Tot snel van Beth O'Leary. Ik heb nog best veel kunnen lezen in mijn boek. En nu ga ik slapen. Dus bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Bye!